En u geeft mij dan een teken. Dames en heren, of het nu gaat om een niet na te maken paspoort, een vlekkeloos werkend systeem voor studiefinanciering, elektronisch patiëntendossier of OV-chipkaart, de overheid heeft zich qua informatietechnologie altijd een betrouwbaar partner getoond. Uw informatie is bij ons in goede handen. En toch is het een stel schavuiten gelukt om met hulp van Iraanse bandieten in te breken in het ponskaartensysteem van de overheid. Vraag me niet hoe het allemaal werkt, maar dat het gebeurt is al erg genoeg. Het kan het vertrouwen in de rechtsstaat ernstige schade toebrengen. Daarom heb ik besloten mij er hoogst persoonlijk tegenaan te gaan bemoeien. Want techniek en ik, dat zijn vier vuisten op één buik. Dus gaat u rustig slapen, de regering waakt. En dat niet alleen, zij komt met passende maatregelen. Ik adviseerde u al eerder om maar even geen gebruik te maken van de websites van de overheid en goede ouderwetse papieren formulieren weer gewoon met de vulpen in te vullen. Edoch, de overheid wil u niet onnodig op kosten jagen. Daarom zal aan elk huishouden maandelijks een zogenaamde gadget worden overhandigd, welke voldoet aan alle eisen van het moderne dataverkeer. Dames en heren, ik presenteer u... Ta-ta-ta-ta! De digiduif. Aan de pootjes van deze duif verbindt u alle informatie die u de Rijksoverheid wil doen toekomen. Belastingaangifte, bezwaarprocedures, subsidieaanvragen, wat niet al. En dankzij de hulp van de Hollandse Duivenmelkersvereniging zullen deze duiven moeiteloos hun weg vinden naar Den Haag, niet gehinderd door files op de digitale snelweg. Veilig, snel en hufteproef. Communicatie met de overheid. Veiliger kunnen we het niet maken. En makkelijker eigenlijk ook niet. Om over leuk nog maar te zwijgen.